الله أكبر. الله أكبر. Dat is belangrijk van deze dag. Het offeren, niet alleen maar ook het delen. Deel met wat je hebt met anderen. En dat leren we als moslims dagelijks. Je moet niet alles voor jezelf houden. Want alles komt van de Almachtige. En als hij wil, neemt hij het ook weer terug van je. Deel met wat je hebt. Op de vorige keer was er een bijzonderheid. Jullie hadden geld opgehaald voor Palestina. Hoe is dat afgelopen? Nog steeds zitten we elke dag met onze harten en hoofden bij Palestina. We bidden elke dag voor de mensen. Ik zal u eerlijk zeggen, het is zo moeilijk. Het lijkt net alsof zelfs dat moeilijk wordt gemaakt om geld over te maken naar Palestina. Maar we hebben een oplossing gevonden. We hebben het bij een bank gestort. Amana Bank is dat geld. En pas vorige week hebben wij een samenwerkingscontract kunnen krijgen met de Internationale Rode Kruis. Die ook een soort zakat afdeling heeft, een islamitische afdeling. En daar wordt het gaat overmaken. Dus ik ben blij dat het is opgelost. Het volk mag gerust zijn. Het geld is nu op de Amana Bank rekening en wordt spoedig overgemaakt naar de Internationale Rode Kruis. Maar ik blijf dit zeggen, zelfs het overmaken naar Gaza lijkt onmogelijk te worden gemaakt. Maar wij moslims leren geduld hebben. Wij noemen dat sabber en we zullen niet opgeven. We gaan deze ronde storten. Ik heb mijn gedeelte al gedaan. De partij zou 200.000 overmaken. Is ook al overgemaakt op de reek van Amana Bank. En we gaan weer starten. We gaan door blijven gaan met solidair zijn tot in Palestina. Totdat het niet alleen vrede is, maar totdat het weer helemaal is weder opgebouwd. Mogen we ook het bedrag weten dat bij Amana ligt om naar Gaza te gaan? Ja, zo rond de 1,5, 1,6 miljoen SRD hoor. Dus het kan meer zijn geworden, maar de partij had 2000 toegezegd, dat is gestort en de andere is opgehaald. Dus ik ben daar heel erg trots op. In 3 dagen, de mensen wilden doorgaan, maar ik heb gezegd laten we eerst dit overmaken en dan gaan we over naar een andere ronde. Dus ik wil nogmaals mijn broeders feliciteren, mijn zusters die hebben bijgedragen aan een steentje verlichting in Gaza. Allahu Akbar. Voorbeeld van solidariteit, voorbeeld van samen doen. En met samen doen kan je veel bereiken. En nogmaals, ik blijf het zeggen, want ik kan hier mijn gevoelens uiten. Zelfs dat lijkt of wordt onmogelijk gemaakt. Maar ook daar hebben we een oplossing voor gevonden. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.